Aan het eind van een dag in 1972 sjouwt bakker Atte graag een zak bloem van zijn meelzolder naar beneden. Dat hoeft hij morgenochtend niet meer te doen. Die volgende morgen, het zal tegen 4 uur in de ochtend zijn, gaat hij aan de slag. Atte heeft zijn bakkerij aan het Oranjeplein, naast de kerk in Oost-Soeburg. Gewoontegetrouw weegt hij de gist af. Dat moet 2% zijn van het gewicht van de bloem. Hetzelfde geldt voor het zout. Hij voegt ook vet toe, dat is om het brood mals te houden. Het opgeloste deeg en alle andere ingrediënten worden grondig gemixt en gekneed. Voordat straks het brood in de winkel ligt, heeft bakker Ad er 3,5 uur werk aan gehad. Dat betekent dus dat Ad iedere ochtend om 4 uur moet opstaan. Op zaterdag is dat anders. Dan staat hij om 12 uur op, om ervoor te zorgen dat zijn klanten op hun wenken bediend kunnen worden. Zo aan het begin van de jaren 70 worden die klanten steeds veel eisender. Bakte de bakker tot voor kort slechts 2 soorten brood, bruin en wit. Nu willen ze klanten volkorenbrood, tijgerbrood en meer granenbrood. Bakker de Graag heeft een naam wat betreft zijn bolussen. Van heinde en verre komen de mensen op dit typisch Zeeuwse product af. Tijd voor een koekje van eigen deeg. Samen met zijn knecht Gerrit van Lunteren. De ovens hebben nu het werk overgenomen. Het is moeder Jopie de Graag die hier de camera hanteert. Links Sjaco met broer Gert-Jan de Graag. Willy Manjon is winkelmeisje en komt de bakkerij in om te kijken of er al vers brood is. En jawel, de aanvoer van luxe tijgerbroden. Klaar om in de schappen gelegd te worden. Mevrouw Dekker is een van de eerste klanten. Dikke lol bij het proeven van een gratis bolus. Bakkerij de Graag is een van de 5 warme bakkers in Oost-Soeburg. De bakkers hebben geen klagen. Van de supermarkten hebben ze nog niks te vrezen. Naast het werken van haar man heeft moeder Jopie oog voor het reilen en zeilen van het gezin. Ze hebben 5 kinderen en als het in de zomer even kan, wordt er genoten van het strand bij Oostkapelle. Tijd om te bruinen zonder oven. Afwisselend hanteren vader Ad en moeder Jopie de 8mm camera. Tussen het geploeter en gespetter, tijd voor een bekertje chocolademelk. Opname van zo'n 4 jaar later. Nichtje Marjolein de Graag rollend op de achterplaats. Sjaco, Lianne en Deborah, de bakkerskinderen, erachteraan. De kinderen bezoeken dat jaar de protestants-christelijke lagere school De Burgt in de Van Visvlietstraat. In 1976 gaat moeder Jopie met de kinderen mee en legt het leven op school voor ons vast. Voordat de lessen beginnen, zoeken de leerlingen onder toezicht van een van de leerkrachten verstrooiing op het plein. Die dag heeft Anton van der Dries de pleinwacht. Hij is hier het hoofd van de school. Met bril in de camera loerend is bakkerszoon Sjaco. Iets aan de late kant arriveert meester Groot Nibbeling. Gerrie de Graag is neef van de bakkersfamilie. Hij zit in de eerste klas samen met Deborah. Deborah is het blonde meisje met bril. Zij gaat haar werk bij haar juf inleveren. Mati de Visser is dat jaar de juf van de eerste klas. Tot voor kort stonden hier de tafels en stoelen keurig in rijtjes, zodat de kinderen ongestoord de lesstof tot zich konden nemen. In die tijd krijgt de sociale ontwikkeling een zwaarder accent. De kinderen worden in het lokaal in groepjes bij elkaar gezet. Ook komt er steeds meer aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind. Aan het knutselen met waardeloos materiaal wordt veel tijd besteed. Marcel de Boks in overleg met Deborah.
Liedjes zingen met bewegingen, bedoeld om de taal en de motoriek te ontwikkelen. Afscheid van de zesde klassers. Het zijn de gloriedagen van de Playback Show. Piet Hak. Links Ali de Gruiter. Met Marianne Schoe. Op drums Chaco de Graag. Top playback nummer die avond is Save Your Kisses For Me van The Brotherhood of Man. Winnaar dat jaar van het Songfestival. ABBA doet het die avond ook goed bij de Soeburgse jeugd. Als het weer mee zit, wordt er op het schoolplein gegimd. Populair is slagbal. Aanslag, Lianne de Graag. Meester Groot Nibbeling heeft zich bij een van de groepen ingedeeld en speelt fanatiek mee. Minder fanatiek is Jacco Geense. Thomas Sihaya, heel gretig. Vangballen, dat levert punten op. Na drie vangballen is het meestal wisselen geblazen en dan dringen. Wie mag er het eerst aan slag? Als de bal het veld ingeslagen is, moet hij zo vlug mogelijk terug naar de brander. Lianne de Graag gaat volledig op in het spel. De kinderen die aan slag zijn, moeten het veld rond van honk naar honk. Ben je bij de laatste honk, dan ben je binnen en scoor je een punt. Helemaal rechts Thomas Sihaya, die zijn ploeggenoten op de voet volgt en aanmoedigt. De eerste klassers zijn te klein voor slagbal. Eén keer in de week wandelen ze door de Kanaalstraat naar de gymzaal bij de Vampierenstraat. In de zesde klas zitten er nog meer bekenden. Links Corrie van den Driest, daarachter André Laurens. De zesde klassers worden onderwezen door Anton van den Driest. Met bril is Thea Vreken. De brave jongen achter haar is Gert-Jan de Graag, zoon van. In Bolletjes Blues broer Chaco. Tijdens deze filmopname zitten de vijfde en zesde klassers in één lokaal. Keurig in rijen. Er wordt hard gewerkt. Ze worden klaargestoomd voor het voorgezet onderwijs. Meester van den Driest behandelt het rekenen met geld. Sommen waarbij guldens en centen een rol spelen. Tijd voor de pauze. Eerst een hapje of een drankje. Nee, uit de tassen komen geen koelvette tussendoortjes van de supermarkt. Wel een vitamineus stuk fruit of brood. Wellicht brood van de filmende bakkersfamilie.